Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ja, hier op het Tinbergen College in Roosendaal pakken ze de zaken echt serieus aan. Ze hebben namelijk een voorronde georganiseerd om te kijken wie van de 13 klassen mee gaat doen bij de Media Battle. En Conrad erop, die gaat de 3 klassen bekendmaken. Ik begin met M2E van mevrouw Hofman. En van de VWO'ers klas G2B. En dan klas H2C met mevrouw Klok gaat ook de battle aan. Ja, donkere wolken trekken op dit moment over Roosendaal. Maar ik heb maar 3 vragen, dus als we snel spelen jongens, zijn we op tijd klaar. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Hoeveel actieve gebruikers heeft Snapchat ongeveer per dag wereldwijd? Antwoord A, 1,5 miljard. Antwoord B, 1 miljoen. Of antwoord C, 150 miljoen. De tijd gaat nu in. Het hele vak van Peter loopt helemaal weg. Zie je dat? Peter blijft gewoon in zijn eentje staan. Stop de tijd. Stop. Oké. Okay. 7 miljard mensen wereldwijd. En jullie dachten met z'n allen... 1,5 miljard mensen zitten per dag op Snapchat. Ja, dat kan wel. Ja? Dus dat is zeg maar 1 op de... Hoeveel? Ik heb geen zin in school. Rekenen we zo even uit. Ja, Peter. B is sowieso nee. Maar is het antwoord dan 1,5 miljard? Of is het antwoord C 150 miljoen? Het goede antwoord moest zijn... Antwoord C! Oh. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor de tweede vraag? Ja. Oké, daar komt ie. Van welke artiest werd de videoclip in Nederland in 2015 het meest bekeken op YouTube? Is dat antwoord A, Lil Kleine, Ronnie Flex? Is dat antwoord B, Kenny B? Is dat antwoord C? Wiz Khalifa. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. De tijd gaat in. De hele groep loopt zo ongeveer naar A toe. En een paar van het blauwe team lopen naar B. Stop de tijd! Ik heb natuurlijk het goede antwoord. Ja. Wist jij het antwoord zelf? Ik dacht dat zij gelijk hadden, B, maar ik durf het niet helemaal eerlijk te zeggen. Ja, misschien wel, ja. Ik ook. Hey, en jij geeft mediawijsheid? Ja, ik ben een van de pestmentoren op school. Ja. Hoe is dat nou precies, dat vak? Ja, dat is best een uitdaging, omdat leerlingen vaak veel meer weten dan wij. Maar we willen ze wel helpen om op het goede pad te blijven, omdat er natuurlijk ook heel veel dingen fout gaan. Met blootfoto's en van alles. Ja. Hey, en hoe is dat? Ben jij een beetje actief op internet? Niet zoals de leerlingen, maar ik heb wel een WhatsApp en Facebook-account. Ja. Ze kunnen je volgen. Je kan me volgen. Voor het eerst in de geschiedenis van Media Battle kan dit al de beslissende vraag zijn voor de volgende ronde. Want als het goede antwoord namelijk B is, dan gaat het blauwe team door en dan zijn jullie allemaal af. Maar als het antwoord A is, dan hebben we nog een vraag te spelen. Jij wist heel zeker het was antwoord A. Ja. En ik ga jullie vertellen... Het goede antwoord moest zijn... Antwoord B! En dat betekent dat het blauwe team doorgaat! Even feesten! Zo. Ja, feestvreugde hier alom, want zij gaan spelen de tweede ronde van de Media Battle. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Ja, H2C. En daar speel ik het mee, de tweede ronde. Hé, wat doe jij zoal op Instagram? Van alles bekijken. Ja, wat bekijk je?
Gewoon foto's van vriendinnen, et cetera. Oké, okay, van je klasgenootjes. Ja. Wie heeft er nou van jullie de meeste volgers? Wie is dat? Emma. Emma, waar is Emma? Emma, hoeveel heb je er? 864. 864? Dat zijn er wel veel. Wie? Ik heb 900. Heb je 900 volgers? Ja, wat doe je nou dat al die vrouwen allemaal naar je Instagram-page gaan? Ja, dat vraag ik me ook af. Post jij veel selfies? Nee, niks. Nee? Ik heb er niks op staan. Je hebt er helemaal niks op staan? Oh ja, één foto. Ben jij dan eigenlijk een beetje een reagluur, hè? Ja, gewoon een beetje kijken. Ja, precies. Gewoon een beetje kijken wat de rest allemaal beetje doet. Een beetje kennen. Ja, ja, dat kan ook inderdaad. Hey jongens, voor de volgende vraag hoef ik eigenlijk niks meer uit te leggen. En volgens mij als je naar Instagram gaat, staat hij er al op. Op mijn Instagram. Gedragsregels. Ja, ren alvast. Je moet ook in het lokaal zijn, hè, jongens. Dus je mag blijven staan. Je mag ook rennen. Je mag ook... Oké, kom. En de vraag is... Welke term bestaat er voor de officiële gedragsregels op het internet? Mag ik jou even wat vragen? Je hebt zo'n mooie blonde staart. Ben jij toevallig Crazy Blondie? Nee. Nee? Nee, wie is Crazy Blondie? Stop de tijd! Stop! Ja, ik sta hier naast Crazy Blondie. Ja. Dat ben jij. Hoe heet je eigenlijk in het echt? Brit. Brit. Hey, en Brit, je was razendsnel. Je was de allereerste die heeft gereageerd. Ja. En wat was het antwoord? Netiquette. Netiquette. Een soort van etiketten, maar dan op het? Netwerk. Op het netwerk. Dat is het goede antwoord. Geef er een grote applaus. Netiquette. En jij krijgt natuurlijk een super gave roze selfie stick. Ben je er blij mee? Ja. Nou, Crazy Blondie, dan gaan we maar gelijk gebruiken. Ja. Selfie! We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, de derde ronde op het Jan Timbergen College in Roosendaal. En Emma, wie was dat nou eigenlijk, Jan Timbergen? Weet ik niet. Geen idee? Nee. Weet iemand het? Ik zal het jullie vertellen. Het was een bekende econoom. Zelfs zo bekend dat hij de Nobelprijs heeft gewonnen. In een grauw en winter Stockholm zijn de Nobelprijzen 1969 aan de uitverkoren geleerden uitgereikt. Onder hen bevond zich ditmaal de Nederlandse professor Timbergen. Dit is vraag 1. Luister goed. Op internet staan een heleboel kunstwerken. Maar als je daar nou een foto van wil hebben, dan wil je natuurlijk een foto met hoge resolutie dat je goed kunt inzoomen. En dat kan via Google Cultural Institute, want die hebben duizenden kunstwerken van bekende musea over de hele wereld online gezet. Wie kent er de aardappeleters? Dat schilderij van Van Gogh. Jij kent hem? Nou, daar zitten dus heel veel mensen om een tafel en wat zijn ze aan het doen? Je kent hem? Ja, ik ken hem. Aardappels eten. De vraag is, ga naar Google Cultural Institute, zoek die officiële afbeelding van de aardappeleters en zoom zo ver mogelijk in op één van de gezichten. Het team dat als eerst één van die gezichten beeldvullend op zijn scherm heeft, die wint deze vraag. En de tijd gaat nu in. Ja, het onderdeel. Ja, jullie zitten erop. Heel goed. Ja, hij moet natuurlijk gemaakt zijn door Vincent van Gogh. Maar het moet geen tekening zijn. Hè? Het moet wel het schilderij zijn. Het officiële schilderij. Het is geen schilderij. Nee. Deze. Wat is de echte? Oeh, er wordt hier ook al ingezoomd. Hand in de lucht. Ja. Ja? Jullie hebben hem? Oké, stop. Stop. Weet je het zeker? Ik weet het niet. Weet je het zeker? Ja. Dus jullie dachten, dit gezicht van de aardappeleters van Vincent van Gogh is het echte werk? Ja. Dan ga ik eens even kijken. Ik kan uitzoomen. Want het echte werk hangt namelijk in het Krullenmullen Museum op de Veluwe. Jongens, dit is een goede schilderij. Ja. Punt voor jullie. Maar met de volgende vraag kunnen ze weer gelijk komen. Ja, Nina, best handig, hè? Google Cultural Institute. Ja. Als je bijvoorbeeld informatie nodig hebt of een plaatje voor je werkstuk of je spreekbeurt. Maar mag dat nou eigenlijk wel? De vraag is,
mag jij informatie van internet halen voor je spreekbeurt of je werkstuk en het vervolgens weer online zetten. En ik wil ook even zien waar je het antwoord hebt gevonden. De tijd gaat nu in. Mijn handen trillen. Hier. Mediawijsheid. Nee, je mag niet. Ja. Ja. Ja, handen in de lucht? Ja. Oké, stop. Stop. Handen van de knoppen. Oké. Dus, mag je informatie van internet halen voor je werkstuk of je spreekbeurt en het dan vervolgens weer online zetten? Het antwoord is... Nee. Waarom niet? Mag je niet. Daarmee maak je het openbaar. Vanaf dat moment heb je te maken met het auteursrecht. Het auteursrecht? Oké. En waar vond je het? Mediawijsheid.nl. Mediawijsheid.nl? Dacht het wel. Punt voor jullie. Ja, heel goed. Ja, en ik begrijp mijn twijfel wel. Want je mag natuurlijk voor je werkstuk altijd informatie van internet afhalen. Maar het dan weer opnieuw online gooien, dat mag niet. Maar binnen je school, met een bronvermelding, dat mag natuurlijk wel. Ja mannen, sinds Facebook en YouTube 360 graden video's ondersteunen, zijn ze immens populair en de muziekwereld maakt er goed van gebruik, door middel van videoclips bijvoorbeeld. Maar de vraag is, welke Nederlandse band heeft er in juni 2016 als eerste echte grote act een videoclip gelanceerd met virtual reality en... Ik wil hem ook even zien. De tijd gaat in. In zo'n 360 videoclip kun je dus helemaal rondom je heen kijken en dan zie je dus alles 360 graden. Dat is dope, hè? Nee, het is allemaal achterlang. Doe het band achter. Ja. Oké, stop. Hele grijs. Jij hebt de videoclip. Oké, zet hem maar aan. Ja? Hij is 360. En van wie is die? Van de staat. Get on screen. Van de staat. Get on screen. En dat is het goede antwoord. Zij kunnen dadelijk gaan winnen. Ja, face swap apps zijn het helemaal tegenwoordig. Maar als je nou onder een steen hebt geslapen... Zo ging het namelijk vroeger. Tegenwoordig gaat dat zo. Anne? Ja. Oh. Deze bril. Ja. Nou, het is een face swap dat je dus wisselt met gezicht. En in de App Store zijn er een heleboel van zulke apps. Maar de vraag is, welke face swap app is gekocht door Facebook? En laat me ook even een leuke foto zien van een celeb. De tijd gaat nu in. Je moet ook een foto erbij. Ja, dus een naam en een foto. Ja, het is toch een Facebook? Je moet toch een foto doen? Dit? Kijk, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Kijk, die staat hierbij. Ja, maar die staat hier niet bij, toch? Ja, laten we zeggen ja. Ja. Oh. Oeh. Dit was een close call. Dames, jullie waren net iets eerder. Ik wil van jou horen, hoe heet die app? Masquer... Ade of zo? Masquerade. En laat eens een foto zien van een celeb dan. Een face swap van? Obama. En? Hoe heet die nou? George Bush? Ja. Van de Verenigde Staten. Dat is het goede antwoord! Ja! Yeah! Nou gaat het recht ontspannen hier bij Jan Timberg College. 2-2. En de volgende vraag, die gaat uitmaken wie deze aflevering is. Ik zou zeggen, hou elkaar goed vast. Jullie ook. Jongens, bij deze vraag mag namelijk iedereen meewerken. Je krijgt 10 seconden de tijd om het goede antwoord op te schrijven. En het team dat het dichtstbij zit, die wint. Oké, we hebben het natuurlijk de hele tijd over internet. Maar er staat ook heel veel waarheid in boeken. De vraag is, hoeveel boeken zijn er nou uitgegeven wereldwijd dit jaar? En de tijd gaat nu in. Hoeveel boeken? Overleg met elkaar, jongens. 500.000. Oké, 500.000. Stop de tijd, stop. Oké. Hoeveel boeken zijn er geproduceerd vorig jaar? Jullie schreven op. 500.000. 500.000 boeken. Oké. Er wordt hier al gelachen, hè? Dus even kijken wat ze hier hebben opgeschreven. 15 miljard.
Ja, dan denk ik dat ik weet wie er heeft gewonnen. Want het goede antwoord moest zijn 1,2 miljoen ongeveer. Dat betekent dat jullie hebben gewonnen! Ja, dank u! Dit was de laatste Media Battle. Leuk dat je hebt gekeken. Een hele fijne kerstvakantie. En wij zeggen... Dankie!